Marie-José Schrager van de Stichting Steenovens Klein Hitland. De stichting die is in 2014 opgericht met als doel de steenovens op de kaart te zetten, maar ook te behouden als monument en te gebruiken voor culturele, educatieve, sociale en maatschappelijke doeleinden. We zijn hier in de linker turfschuur, de turfschuur die binnenkort verbouwd zal gaan worden. We zijn heel erg blij dat we zover gekomen zijn en moeten daarvoor ook echt een aantal mensen voor bedanken, want we hebben het absoluut niet alleen gedaan. De vrijwilligers, de architecten van Gessel en van Rosmalen, de gemeente, de provincie en ook onze collega's van de monumenten, de molen, de dames en de historische vereniging. En de historische vereniging die heeft ons heel veel materiaal, maar ook heel veel informatie gegeven om hier de geschiedenis veel beter te kunnen verwoorden. Op 20 november zullen wij onze Publieksdag Archeologie houden. Wij doen dat in de vorm van een soort kunst en kitsch. De bewoners van Nieuwekerk en de omgeving worden opgeroepen om met materialen die ze hebben van de steenovens Klein Hitland, Kortenoord en Spreeuwenhoek te komen en daar een verhaal over te vertellen. Mochten wij de cultuurprijs winnen, dan zullen we de prijs opdragen aan de oud-werknemers van de steenovens. Mannen, vrouwen en kinderen die hier eeuwenlang hard hebben gewerkt op de steenovens. Zij hebben de geschiedenis gemaakt en wij proberen die geschiedenis te belichten in de komende tijd en vele jaren daarna.